Ik ben Ine Beijen, ex-profrenster, maar tegenwoordig fiets ik vooral voor de fun. En het toffe aan fietsen is dat je op elk moment iets nieuws kunt bijleren. Dat gaan we vandaag doen. Ik ga Lieselot, Kurt en Steven leren hoe ze een pro-cyclist worden. Steven, wat wil jij leren vandaag? Ik had graag geweten hoe je op een vlotte en snel mogelijke manier een bidon aanneemt. Niet gemakkelijk, hè? Ik ga mijn best doen om daar iets over bij te leren. Maar veiligheid in de koers, heel belangrijk, dus handschoenen aan. Oké. Okay. Veel hangt eigenlijk af van de manier waarop je hem aangeeft. Ofwel geef je hem aan het dopje, je kunt hem zo meepakken. Ofwel geef je hem strak aan en dan moet degene die aangeeft een klein beetje meebuigen. We gaan voor het toppen. Ik doe dat ook liever zo. Rustig, rustig, rustig. Go, 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 go. Oh. Oh. Kom maar. Kom aan, hè. Het hem mee, hè. Go, go, go. Ja, yeah, goeie. En het water spat eruit. Lieselot, wat wilde jij leren vandaag? Met meer zelfvertrouwen bochten nemen. Heel belangrijk, zelfvertrouwen in de bocht. Wel oppassen als het nat ligt, zoals vandaag, altijd voorzichtiger zijn. Het belangrijkste in de bocht is eigenlijk, als je een tijdrit rijdt, om de afstand zo kort mogelijk te maken. Dus je gaat op een of andere manier de bocht moeten afsnijden en dan breed uitkomen. Ja, excuses. Af. Je houdt eigenlijk zo lang mogelijk buitenkant, buitenkant, buitenkant. En dan op een bepaald moment gaan we hem afsnijden. Hup, leg hem in de bocht. Hup, en terug optrekken. Ja. Goeie, leg hem maar plat in de beugel. Been stil houden. En terug optrekken. Yes. Goed laag, schouders naar beneden. Kom aan, je kunt het. Kom aan, kom aan, kom aan. Goeie. Vele beter. Lieselot, wat denk je zelf? Dat het beter aanvoelt om de bocht in de beugels te nemen. Kurt, wat wilde jij leren? Ik zou graag willen weten voor efficiënter rijden in groep of waaiers rijden. We staan midden in de polders. Er staat heel veel wind. Dus we gaan dat gewoon al fietsend uitleggen. Goed, de wind komt van rechts. Dus hier een perfect moment om een waaier te trekken. Jullie moeten eigenlijk schoon links achter mij rijden. En één lijn volgen, een schuine lijn. En dan gaat u direct voelen dat u veel minder weerstand hebt. En uw voorwiel moet eigenlijk bijna tot aan de derailleur zitten van degene voor u. En dan kunt u eigenlijk beginnen overpakken. Dan moet u over meegaan en dan ga je ronddraaien. Versnellen moet je niet doen. Je moet er net voor zorgen dat tempo gelijk blijft. Heel goed. Genoeg geoefend en we gaan koersen. 3, 2, 1, go! Eigenlijk kunnen u beter wat sparen in de wielen zitten. Ja. En de dom is erin op kop. Oei, dit maar uit. Kom aan, we hebben ze bijna terug, hè. Proficiat, ja, Ine. Dank u wel. Uw alle waarde tegenstander. Klaksje voor de winnaar. Dank u wel, Ine. Dank u wel, Ine. Alsjeblieft. En nu nog een koffietje drinken, zeker? Zeer zeker. De overwinning vieren. Mag nog een zoetje in buik.